Vandaag René Staaien van Stad en Omland en rechts van mij Mariet Wolthuis van 100% Groningen. Dan beginnen we natuurlijk met de dames. Mariet Wolthuis, waarom zouden mensen eigenlijk op 100% Groningen moeten stemmen? Ja, dat is eigenlijk omdat wij een lokale partij zijn die voor alle Groningers er is. Dus ja, van jong tot oud, van 18 tot 71, alles is bij ons, staat bij ons op de lijst. Dus daarom. Ja. En meneer Staaien, waarom op Stad en Omland? Nou, ik zal niet vertellen dat wij geen partij zijn voor alle Groningers. Ook jonge natie bij ons, maar vooral ook de buitendorpen, Haren, Ten Boer, Hoogkerk zitten bij ons sterk vertegenwoordigd, zodat we straks in de nieuwe grote gemeente Groningen ook één geheel kunnen vormen tegen de partijen die als zetbaas van Den Haag daar zitten. 100% Groningen, is die ook voor de Ommelanders, om het maar zo te zeggen, voor de dorpen Ten Boer en Haren? Ja, ik had deze vraag natuurlijk wel stiekem een beetje verwacht. Ja, onze nummer 4 is Karel, die komt uit Haren. We hebben ook iemand uit Hoogkerk, die staat op plek 8. We hebben zelfs drie mensen uit Ten Boer die bij ons op de lijst zaten. Zelfs iemand van het dorpshuis uit Ten Boer. Dus kortom, ik denk dat uit de Ommelanden ook heel veel bij 100% Groningen mensen gewoon goed vertegenwoordigd zijn. Maar heeft u het idee dat mensen uit Ten Boer, Haren en uit de stad, dat die mensen kennen uit de raad? Denkt u dat? Heel veel van het raadswerk blijft toch onbekend. En alleen bij hele controversiële dingen, die zie je bijvoorbeeld ook ineens een volle tribune. En anders zit je daar voor een redelijk lege zaal te praten. En vindt u nou dat de raad zichtbaar is eigenlijk voor de stadjers? Nee. Ik vind echt dat de raad veel kritischer moet zijn en ook veel meer zichtbaar moet zijn. En ik ben het niet helemaal eens met René. Want zeker op het gebied van afval, op het gebied van hondenbelasting, daar gaat de gemeenteraad over. En daar kun je zo zichtbaar zijn in de wijken. Maar daar hebben mensen echt wel een mening over. En die willen ze zo ook graag laten horen. Dus ik vind het heel erg belangrijk om op dat soort onderwerpen het verschil te kunnen maken. Het is zo dat de raadsleden blijven kort zitten. De omloopsnelheid van raadsleden is enorm hoog. Eigenlijk de ervaring van de raad neemt zichtbaar af. Vind je dat een probleem? Ja, dat vind ik een probleem. Natuurlijk is dat een probleem. Want bepaalde dossiers zoals de ring, maar zeker ook de zorg, is er heel veel kennis en expertise in nodig. Wat je nu ook een beetje ziet is, we weten gewoon niet zo goed hoe we met de hele zorg aan moeten. Hè. De tekorten lopen alleen maar op. En daarvoor is gewoon heel veel expertise en ervaring nodig om dat dossier goed bij de kop te pakken. Ja. Ik ben daar maar een heel klein beetje met haar eens. De raad neemt over het algemeen besluiten die zijn voor de toekomst. De toekomst is aan de jonge mensen. En dat ik hier sta is eigenlijk al een aanfluiting met mijn leeftijd. Daar hoor je, je hoort iemand te staan van 25, 30. Het is alleen bijna onmogelijk om die mensen te vinden met dan nog een redelijke opleiding en vooral voldoende vrije tijd om dit soort werk te gaan doen. Dus daarom inderdaad zeg je, de raad zit wat oudere mensen, maar je moet eigenlijk een weerspiegeling van de bevolking zien te krijgen. Hele jonge mensen en één of twee met ervaring. En dat kan een prachtig evenwicht bieden. Ja. En er was een peiling hè, van GroenLinks, in opdracht van GroenLinks ook. Jullie krijgen 1 zetel, jullie krijgen 4 zetels. Ja. Tevreden? Nee, natuurlijk niet. Ik proef ook een beetje van, ja, je hebt maar 1 zeteltje, maar ik ben wel verpleegkundige. En ik breng bepaalde expertise in vanuit de zorg die mega belangrijk maar is. En jullie meer is alleen maar zorg. Ja, maar daar zitten heel veel financiële zaken in. Zit ruimtelijke ordening in. Dus het is niet alleen maar dat ene stukje waar iemand toevallig in afgestudeerd is. Nee, het is een heel breed pakket. En daar moet je zien dat je met een groot team daar ook wat mee kan doen. Wat René zegt, een groot team. We hebben meer dan 100 leden nu. We zijn de grootste op social media. Ja, maar doe maar even. We zijn de 100 leden. We zijn de grootste op social media. We zijn echt een beweging waar je ziet, iedereen voelt zich thuis. Jong, oud, alle expertise van een marktkoopmantel naar een verpleegkundige. Over de 100 leden. En wij hebben een lijst met 50 mensen die graag in die raad zouden willen. Als ze allemaal gekozen worden, dan heeft een andere partij niets meer te doen. Dan kunnen we echt de expertise inzetten. Mijn vraag is, sluiten jullie elkaar uit? Stel dat jullie samen gevraagd worden om in een college te gaan zitten.
Nee, ik stuur het niet. Absoluut niet. Dat sluit ons niet uit. Ik denk zelfs dat het heel mooi is, omdat we best wel... Ik heb jullie programma ook even goed gelezen. Ik denk dat er ook heel veel overeenkomsten zijn. Dat is logisch. Het grootste deel van ons programma, ja, dat heb je van vroeger maar waar van maken ons wij meegenomen. Nou, maar meegenomen, ja. Weet ik niet. Waar maken wij nou echt het verschil in? Nou, je ziet het aan onze hele uitstraling. Hè. De Stadspartij zit al 16 jaar in het college, heeft nog nooit... Stadspartij heeft nog nooit in het college gezeten. Stadspartij zit al lang in de raad. Dus dat is juist die kennis en die ervaring waar jij steeds op hamert, die hebben wij. Ja, dat is iets anders dan mensen die geweldig deskundig misschien ook in de zorg. Ja. Daar pas een paar jaar zitten en de weinige kennis die ze hebben gekregen van de Stadspartij toen ze daar nog lid waren. Zo, wordt heel... Ja. Als je weg wilt, dan moet je ook eigenlijk de kennis niet meenemen. Maar ja, dat kan je moeilijk uitsluiten. Hè? Dus... Gefeliciteerd met wat je van ons gekregen hebt. Oké. Als er een college gevormd wordt, over links of over rechts? In anno 2018 is het gewoon op een hele praktische manier kijken wat heeft de gemeente eraan. En waar maken wij nou echt het verschil in onze hele manier van communiceren, in onze hele uitstraling, onze eigen ideeën. Maar dat was de vraag niet. Het gaat over, de vraag is over links of over rechts. Ik bedoel, er is geen links of rechts. Zal ik hem dan maar beantwoorden? Ja, doet u dat. Nou. De lokale partijen, en dat zijn, maar daarin zijn wij ongeveer gelijk. Wij zijn niet links, wij zijn niet rechts, wij zijn voor de Groninger. Als er belangstelling gewekt is, het slotdebat is op 19 november. Dat doet de Oog samen met het Dagblad van het Noorden in het Groninger Forum. Dan kunt u kijken, 19 november. Bedankt.